dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag de 5K special doen. En dat betekent dat ik de best wel hete peper. Er is nog een hetere. Maar die durf ik niet. Ik durf deze al bijna niet. Laat staan die hetere. Maar er is iemand, een gast, die dus ook een soort van stagiair hier is. En die doet mee. En dat is Max, jawel. En Max doet mee omdat ik al een beetje aan het schijten ben natuurlijk. Straks ga ik helemaal schijten. Dan maak ik nog wel een vlog over dat ik op de wc zit. Maar we hebben een handschoen aan. Omdat, ja, weet je, als je dan in je ogen gaat wrijven, dan krijg je een soort van, of aan je piemel, dat kan ook. Dan gaat je piemel een beetje, beetje kriebelen. Laat het zo maar zeggen. Wat moet ik nog meer zeggen? We moeten een beetje de spanning opbouwen, mensen. Want het is wel iets, het is een 5K special. Het moet bijzonder zijn natuurlijk. We hebben een glaasje melk. Maar het idee, de challenge is dus, wie het langste zo blijft lijden, die heeft gewonnen. Dat is hem. Dus Max, dit wordt leuk. Oh fuck. Je moet hem helemaal opeten. Ja, je moet hem helemaal in je hup, dat ook. Helemaal in je mond. Ja, alles. Trouwens, als ik nasi eet, dan ben ik al aan het schijten. Laat staan. Nu. Dus we gaan lekker beginnen. Pak jij je pepertje maar en ik pak mijn peper. We moeten wel tegelijk en niet gek doen en 1, 2, 3 en dan pas doen. Nou, het is niet zo eerlijk eigenlijk, maar hij doet mee omdat hij... Oh ja. Ik ben YouTuber, dus ik heb de iets grotere. Moet je even kijken. Dit is echt heel erg, dus ik ga meer lijden dan hem. Maar ja, hij gaat ook lijden, sowieso. Maar we gaan lekker beginnen. En het is een mooi pepertje. Hij is lekker geel natuurlijk. 3. Oh shit. 3. 2. 1. Oh man. Nee. Ik kost hem nu al. Nee, ik ga hem uit. Ik krijg een hart. Nee. Als ik een hart heb, wel krijgen, hè. Je tong, jongen. Oh, nee. Nee, maar ik had een hele grote. Ja. Ik ga een liedje zingen. Sinterklaas kapoetje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u ze. Ja, jij bent echt... Ah nee, het wordt ook steeds heter. Helemaal kaken doen gewoon pijn. Een tongetje. Nee. Ik ga melk pakken. Pak die melk. Je weet dat als je melk pakt dat het alleen maar erger wordt. En dan wordt het minder. Nee, pak jou. Ik heb nog geen melk gehad, kill. Jongens, dit moet je echt niet thuis doen. Ik zei toch ook heel pijnlijk. Nee, pak. Nee, geef. Ah, het wordt ook steeds. Ik gewoon niet normaal. Mm-hmm. Daar aan de onderkant van je tong. Mijn hart klopt ook gewoon, hè. Je moet niet roken als je Madame Jeannette neemt. Ik zou de melk wel beter, toch? Je hebt een pak uit bij een warme melk. We hebben geen koude melk meer. Diep. Zelfde ijsklontjes. Water maakt het erger. Water maakt echt erger. Hoe lang duurt dit? Echt?
misselijk als ik naar jouw bakkie kijk. Je hebt hem gewoon... Hij heeft hem gewoon niet opgegeten, hè? Oké, okay, maar het is wel een beetje minder geworden. Ja, ik denk. En ik zat hier al de hele tijd niet leuk mee. Nou, je moet het gewoon echt niet doen. Jongens. Ik ga heel de avond pijn lijden in mijn bed. En ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. En Max, hoe vond je het? Nou, ik heb gewonnen. Hij heeft wel gewonnen, zeker. Dus allemaal even zeggen. Oh, het wordt weer erger. Allemaal even een duimpje omhoog doen natuurlijk voor ons Max, want die heeft gewonnen. En schrijf allemaal even in de reactie, kut Max. Oké, okay, dan klote Max. Nee, je moet even een goede naam zien. Max zonder baard. Oh, ik weet eentje. Oké, okay, als er heel veel reacties met Max zonder baard is, dan moet je je baard al scheren. Ik heb helemaal geen baard. Nee, oké, dat is waar. Nou mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Duimpje omhoog, abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed idee. Nou, dan zie ik jullie weer later. Doen we even net alsof dat we weglopen. Help een sigaretje, denk ik.